Goedendag allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Ik ga nu vertrekken naar mijn werk toe. Ik heb het lastig gehad ergens deze weekend. Ik heb er nog altijd niet goed van kunnen slapen. En dan nog even een laatste check-up doen. Ik heb echt heel slecht geslapen. Ik geef dat eerlijk toe. Ik heb echt heel slecht geslapen. Even mijn rugzak ook nog nemen. Mijn batterij hangt aan mijn vinger. Die gaat ook nu. Want daar zit mijn airhub in. En daar kan ik dan lekker van drinken. Ik ga nu ASAP richting Uraal Centraal. Dus dat betekent tot 4:30 werken. Oké, maakt niet uit. Ik zit ook wat te beven met mijn benen, maar ja, maakt niet uit. Het is aan het regenen buiten. Dat ga ik jullie ook al even zeggen. Het is frisjes. Maar ja, oké. Zien jullie allemaal straks terug? Hallo kikkers. Jawel. Ik ga sowieso zeggen, vandaag is het echt een super korte vlog. Ik heb echt heel weinig tijd om te vloggen. Vandaag, dus de Q&A is voor volgende week maandag. Vandaag is het ook nog Rode Kruis vergadering. Ik ben ook nog mijn was nog gaan halen bij mijn ouders. Ja, ik heb nog altijd de Psycho TV Polo aan. Die kunt je altijd nog bestellen via dingen. Zeg het. Via YouTube. En blijf eens liggen. Dus ik heb hier de wasmand. Ik ga die ook allemaal leegmaken. Moet ook gebeuren, hè mensen. De wasmand leegmaken. Voilà, hier is de wasmand. Ja, voilà. Ja, daar lagen ook sigaretjes in. Ik weet het. Roken is ongezond. Ik ben dan nu zo wat aan het uitsorteren. Niet mijn sigaretten natuurlijk. Maar wel mijn kleren, dus zo gelijk de dikke truien bij de dikke truien, de sokken bij de sokken. Ja, dat moet ook allemaal gebeuren, hè mensen. En horen jullie dit? Dat betekent dat mijn eten klaar is. Deze is voor de badkamer. Dat zijn de washandjes, ziet maar, washandjes. Dan een kleine handdoek voor hier in de keuken. T-shirt. Dan heb je weer al een dikke blouse. Ja, mijn wasmand is nooit te wat gesorteerd. Maar de sortering doe ik straks wel verder. Dus moet nu nog klaarmaken voor te eten. En dan ASAP naar de Rode Kruis Alken. Zo, ook nu nog heel rap eten. Dus mijn was is nu juist uitgesorteerd. En nu lekker roeren in mijn hutsenpot. Ik vind al deze keer heel weinig currysaus. Geel currysaus dan. Bedoel ik dan daarbij. Ik zal het dus jullie eens laten zien. Want veel kijkers vragen er eens naar. Voilà. Nu zien jullie het ook. Het is chipilata's. Gele currysaus. En aardappelpuree met appelmoes. Dat ga ik dus nu lekker eten. En dan ga ik ook nog één ding nog gauw iets zeggen. Wat ik gedaan heb vandaag op het werk. Ik kom aan in Buwelsen-Truiden. Oké, daar moest ik de knijptest doen. Maar na 5 minuten of 10 minuten... Dimitri! En dan nog 2 andere collega's. Ja, jullie moeten naar Globach. Ja! Daar was ik echt even heel blij om. Even, ben ik nu nog altijd blij om. Want morgen moet ik terug naar Globach. Yay! Wat heb ik daar gedaan? Ik heb daar dozen bestickerd. Ik heb daar dozen uitgepakt met de flessen. Die flessen ook nog eens ontstickerd. Die flessen ook nog eens bestickerd. Ik heb de doos nog eens bestickerd. Ook soms eens af en toe eens helpen intasten. Maar niet gestapeld.
Ik geloof aan hem. Jullie zijn een topbedrijf, echt waar. Ik kan er niks verkeers op zeggen. Ik kan er totaal niks verkeers op zeggen van Globagem. Nee. Daar is de sfeer heel goed. Echt waar. En de monitor die we ook hebben, die heeft mij ook echt heel, heel, heel goed om mij ook rustig te houden. Noem maar op. Ja. Want ik zit er nog altijd bij in hoor, van dat heel gedoe van DreamHack. En binnenkort meer nieuws daarover. Ik ben iets aan het proberen in een kanner te steken. Er zijn maar 2 personen. Eigenlijk 3 personen die het weten van die waar ik momenteel mee bezig ben. Dat ben ik en nog 2 andere personen. Ja, ja. Volgend jaar raak ik op DreamHack. Volgend jaar raak ik op DreamHack. En weet je wat er juist ook hier nog creepy was? Dat die lichten hier zo even aan, uit, aan, uit, aan zijn gegaan. Is dat voor een update of zo naar de lichten toe? Ik weet het niet. Ik kan nog nu verder rustig eten. Dan ga ik naar de Rode Kruis Alken. Daarna zal het nog wat familietijd zijn. En dan zal het alweer al slapenstijd zijn. Jee. Ik ben gewoon moe al. Ik ben nu heel eventjes bij mijn thuis. Heel eventjes maar. En het is ook weer nog altijd goed aan het regenen buiten, zie ik. Heel goed. Dan krijgen de plantjes nog weer eens wat water. Maar ja, er is alweer al te veel gevallen, hè, op sommige plaatsen. Maar ja, kijk jullie later. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo, yo, yo.